Korpspolitie Suriname heeft gisteren in verband met de Wereldhypertensiedag een lezing georganiseerd. Het thema was van verminderde nierfuncties tot chronische nierschade. De inleider was de internist nefroloog Amar Punwasi. Hij is primair werkzaam in het academisch ziekenhuis en krijgt in zijn dagelijkse praktijk vaak te maken met mensen met chronische ziekten. Punwasi startte zijn presentatie met een questionnaire. Vraag 1. Kan overgewicht tot suikerziekte leiden? Wie biedt? Ik zie het in stemmen en knik. Ja? Oké. Okay. Algemeenheid, ja. Oké. Okay. Antwoord is uiteraard ook ja. Hoe zit het dan in elkaar? Suikerziekte, ja, is in principe een aandoening van ons stofwisselingssysteem. Ja, ik wil het niet ingewikkeld maken, maar zodra jullie het ingewikkeld vinden, even, oh, dan ga ik op de rem. Onze stofwisseling is eigenlijk belangrijk in ons lichaam om alles in balans te houden. Zo, als ik dus nu een glas stroop naar binnen werk, ja, dan wordt het via mijn darmen, alle suiker, glucose, direct in mijn bloed opgenomen door mijn darmwand. Dat gebeurt al vanaf, zeg maar, de 12-vingerige darm. Dus u begrijpt ook dat ik automatisch een hele hoge bloedsuiker ga krijgen. Maar gelukkig gebeurt dat niet. Dit gebeurt niet, omdat de mens in een zeer stabiel intern milieu kan functioneren. Punwasi hield zijn gehoor ook voor dat obesitas of overgewicht op oudere leeftijd leidt tot suikerziekte en hoge bloeddruk. Ongeacht of je nou suiker gebruikt of wat dan ook, heeft er niks mee te maken. Als je te veel hebt gefreten in je leven en te weinig hebt verbrand, ja, dan heb je een probleem. Want... ik zeg het even heel plat, want als je je balans kwijtraakt op hele jonge leeftijd, dan wordt het bijna niet meer goed. Want dan is het een sollicitatie naar hart- en vaatziekte. Het is een sollicitatie naar suikerziekte en hoge bloeddruk. Maar, gelukkig krijgen we het niet allemaal, maar het gekke is, en daar kom ik straks weer terug, ik moet die goede man daar ook hoop bieden, maar nee, het is eigenlijk niet puur alleen dat overgewicht. Het is een samenspel van een aantal zaken die leidt tot het risico op het krijgen van die hart- en vaatziekte. Dus geen paniek. Aldus de internist-nefroloog Punwasi, die gisteren een lezing heeft gehouden voor het KPS over onder andere de nierfuncties. De lezing is gehouden in de politieopleidingssociëteit aan de Zwartenhovenbrugstraat.